De nieuwe kinderfilm Mijn Vader is een Detective is gisteren officieel in première gegaan. En Tycho Gernand speelt in deze avonturenfilm de rol van slechterik Benno, die waakt over een mysterieus eiland. Amsterdam, 9:15 zondagochtend. De pers staat met smart de cast van de nieuwe avonturenfilm op te wachten. En dan verschijnt er opeens een limousine. Hey! Tycho stapt vol trots met zijn vriendin, actrice Eva van der Weijden, de rode loper op. Maar als hij zichzelf op een grote poster terugziet, moet hij toch even slikken. Ja, ik zie er wel eng uit als ik zo mijn kop daar zie. Ik heb mijn best gedaan, ik weet het niet. Nee, ik speel de engert in de film. Ik achtervolg de kinderen en hou de vader gevangen op het eiland. Dus het wordt nog wat. Tycho en Eva zijn nu 1,5 jaar bij elkaar en nog steeds dol verliefd. Ja. Ja. Zie je het? Terug naar de film. Daarin draait alles om een groot mysterie. Detective Max wordt gespeeld door Kees Geel en hij gaat op zoek naar een zeldzame gestolen papegaai. Hij krijgt hierbij hulp van zijn zoon Sam en zijn buurmeisje Sterre. Maar dan wordt Max ontvoerd. De kinderen doen er alles aan om hem weer te vinden en belanden op een geheimzinnig eiland. Kom. Ellen ten Damme speelt de moeder van Sam en kwam helemaal in stijl naar de première. Wat heb je een mooie outfit aan. Ja, nou ja, dit is, ja. Ja, moet ik het uitleggen? Of, ik weet zelf eerlijk gezegd niet hoe het moet, maar het is een soort cape. Survival cape. Kees Geel vond het werken met de kinderen geweldig. Het leuke is natuurlijk dat zij vanuit een totaal ander perspectief redeneren. Dus zij komen met ideeën en opmerkingen die je als 44-jarige oude lul niet kan bedenken. Zo moet ook iedereen van de cast over de nodige lef beschikken. Het was wel zo dat er een hele gevaarlijke wurgslang in voorkwam. En die moest echt om mijn nek heen. Ja, dan was die wurgslang wel getraind. Maar ja, dieren doen altijd waar ze zelf zin in hebben. Dus dat was nog een beetje gevaarlijk. Maar die stunt is gelukkig heel goed afgelopen. Dat iedereen het heeft overleefd is maar goed ook. Want in de zomer beginnen de opnames van het vervolg op de film. Maar eerst nog maar even mee op de avonturentocht tijdens deel 1 van Mijn Vader is een Detective.